dank u wel. Dus daar moet ik het tuurrooster van de week dan op krijgen. Amai, een mooie foto uitgekozen. The wonder of learning. In het hoger onderwijs werd dat eigenlijk toch soms vrij vakkundig te nek omgevallen. Onderwijs dient er toch ook voor om je eigen talenten te kunnen ontwikkelen en zelf te ontdekken wat je wilt. Ik zou beginnen op maandag om 8:30 uur. Eigenlijk elke dag van de week. Dus ik heb liever dat je de dag begint met het zwaarste en dan naar het einde van de dag rustig kunt uitbollen. Dan beginnen met het lichtste en dan om 4:00 uur 's avonds nog moeten wiskunde doen. Ik denk dat de lesuur 50 minuten duurt. Die opdeling van telkens zo 50 minuutjes dit en dan 50 minuutjes dat, dat lijkt mij zeer artificieel. De wereld is één, de maatschappij hangt samen. Je moet al die kennis proberen te integreren. Na de lunchpauze heb ik een nieuw vak geïntroduceerd. Dat vak noem ik nu maar voorlopig bij gebrek aan betere term, het vak serieuze kwesties. En in serieuze kwesties wordt dus ingegaan op, wel ja, serieuze kwesties. Ik denk dat je kinderen ook niet moet onderschatten. Iemand van 14 jaar nu is niet meer iemand van 14 jaar, 50 jaar geleden. Hè? Ik denk dat kinderen nu ook door internet, door die stroom aan informatie die ze elke dag op zich afkrijgen, ook wel meer weten wat er in de wereld te vinden is. Kijk, ik vind bijvoorbeeld, er zou eigenlijk quasi iedere week wel een, ja, wat we aan de universiteit een gastcollege noemen, ook in het secundair moeten zijn. En dat dan eigenlijk belangrijk is dat wij naar de juiste informatie leiden en hen daar zelf in selectief leren zijn, in plaats van dat we hen gaan dwingen van dit en dat van buiten leren. En dus alleen als je mee wilt doen aan quizzen, dat heel praktisch is. Dan komt er iemand spreken over armoede, over migratie, over voedingskwesties, over obesitasproblemen. Je kunt tal van interessante mensen bedenken die eens iets komen vertellen. Een tijdslijn van de geschiedenis van de wetenschap en die is dus gestopt in 1953. Voilà. Nadien is er niet zoveel meer gebeurd, blijkbaar. Wel, godsdienst heb ik vervangen door cultuur. Toen ik hier op deze school zat, ik kan mij nauwelijks herinneren dat hier leerlingen waren, toch een school met honderden leerlingen, die van zogenaamde allochtone afkomst waren. Nauwelijks. Dat is nu ondenkbaar geworden, dus daar moet je uiteraard op inspelen. Vandaar zoiets als moreel Esperanto, noem ik dat. Het is ook wel belangrijk om toch begrip te kunnen opbrengen voor anderen hun cultuur. Van te weten, van het is nieuw dat ik thuis word opgevoed, dat bij iedereen er zo aan toe gaat. Zo moeten we ook een moreel Esperanto hebben. Dus een soort meer universeel niveau van waarden en normen die het samenleven kunnen mogelijk maken. En uiteindelijk de basis van tolerantie is kennis, hè. Dus hier zijn ze volop bezig met de cursussen te verfilmen. Kijk, bijvoorbeeld deze. En als ze dan in de zomer iets dieper zijn, ga je wacht zetten. Woensdag zou ik eigenlijk geen klassiek lesgeven willen hebben. Dat moet zo'n break zijn in de week. Het wel houden bij een halve dag dat ze naar school moeten. Maar dan meer concentreren eigenlijk op hun ondernemingsvaardigheden. Dus ik heb hier nu op woensdag namiddag het woord praktijk gezet. Dat houdt in dat ik een beetje zou pleiten om de woensdag namiddag ook te gaan benutten. Dus dat ze eigenlijk leren van 1 euro 2 euro te maken. Hè? Je moet mensen denk ik ook niet de hele dag in dit soort hokken opsluiten. Neem die mee naar buiten, laat hun kennis toetsen aan de praktijk. Geef biologieles bijvoorbeeld en ga dan naar een hospitaal. Daar is er hier eentje niet ver vandaan. Hier is het praktijklokaal van massage. Zoals je daar aan de poppen kunt zien, de babymassage. Daar wordt dus heel liefdevol mee omgegaan, hè, met die poppen. Je moet een fundamentele discussie kunnen voeren natuurlijk over de vraag: wat willen wij eigenlijk bereiken met ons onderwijs? Welke mensen willen wij meehelpen produceren? En uiteindelijk denk ik wel dat we via het onderwijs zelfstandige, volwassen
mensen willen afleveren die ook instaan voor de gevolgen van hun daden en een grote zin van verantwoordelijkheid hebben.